Koopavonden verliezen aan populariteit. Wie geschaatst krijgt kritiek vanuit de politiek. En Zingen voor je leven bestaat 10 jaar. Dit is het RN7 Regio Nieuws Weekoverzicht. Bezoek jij nog wel eens een koopavond? Nou, steeds minder mensen in de regio doen dat, zo blijkt uit rondgang van RN7 onder centrummanagers. Een veel voorkomende reden is dat het koopgedrag van consumenten is veranderd. Ik werk zelf 40 uur in de week, dus eigenlijk het enige momentje door de week dat ik naar de stad kan is wel op een koopavond. Dus ik vind wel dat het moet blijven, ja. Ik heb een vintage winkel met een collega in de Hezelstraat. En wij kiezen ervoor om dicht te zijn op donderdag, omdat de zondag voor ons veel rendabeler is. Ik snap niet zo goed waarom je op donderdagavond nog weer extra de stad in moet, als het ook gewoon op een zaterdag kan of overdag of weet ik veel wat. Dus ja, ik ben niet echt voorstander van de koopavond. Nee. De koopavond wordt steeds minder bezocht dan voorheen. Ondernemers ervaren dat ook. Ik denk dat het steeds minder wordt. Vroeger was de koopavond een avondje uit, weet je, en dat is nou eigenlijk niet meer. Veel winkels gaan tijdens de koopavond ook al eerder dicht dan dat ze voorheen deden. Niet alleen bezoekers, maar ook veiligheid speelt een rol. Anders is de koopavond tot 9 uur en heel veel mensen zijn nou tot 8 uur open. Omdat ze het dan niet meer veilig voelen als ze dan tot 9 uur open zijn in een heel donker centrum. Voor juwelier Van Woerkom in Druten heeft de koopavond toch nog wel een toevoeging. Wij zijn nog steeds open. We hebben wel aan de openingstijden wat veranderd. Wij waren tot 2-3 jaar geleden tot 9 uur open. Maar we hebben de koopavond teruggebracht tot 8 uur. En wij hebben in die tijd toch nog voldoende bezoekers. Maar waarom is het dan wel teruggebracht naar 8 uur? Omdat na 8 uur gewoon weinig in bezoek meer komt. De meeste bezoekers komen tussen 7 en 8 uur. Maar voor ons is nog steeds lonend om open te zijn. Toch geldt dat niet voor alle winkels in Druten. Ja, er zijn winkels in Druten zijn inmiddels gesloten op koopavond. Er zijn er maar enkele. De meeste zijn toch wel gewoon open. Bijvoorbeeld, we hebben een modezaak, bijvoorbeeld Annette Mode. Die zijn nog steeds heel erg enthousiast over hun koopavonden. Dus we kunnen niet beter stoppen met de koopavond? Nee, wij zijn zeker niet van plan om te stoppen met de koopavond. Ik denk dat het op de duur wel afgeschaft wordt, denk ik. Het is veilig om te shoppen in Beuningen. Het centrum heeft woensdag daarom voor de derde keer de keurmerk Veilig Ondernemenster ontvangen. Deze werd uitgereikt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. De KVO-ster is te danken aan de nieuwe samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en de gemeente. Ja, een keurmerk Veilig Ondernemen staat eigenlijk dat je als centrum, ondernemers, een toezicht vanuit de gemeente en politie en brandweer samen werkt dat je een veilig winkelcentrum hebt. We hebben ondernemers bevraagd, we hebben de politiecijfers opgevraagd, brandweercijfers, gemeentecijfers. En daarin zien we eigenlijk op alle lijnen, alle fronten zien we een verbetering van veiligheidsgevoelens. We zijn met verschillende projecten natuurlijk bezig geweest en we zien dat de veiligheid in het centrum en vooral hier in het winkelcentrum toegenomen is. Kijk, overal gebeurt wel eens iets, hè? Zo is het ook. Maar het grootste probleem is nu scooteroverlast en dat is heel vervelend, hè? Want het kan onveilig zijn. Maar als we daarbij kunnen houden, denk ik, kunnen we heel trots zijn in Beuningen, want dan hebben we echt een veilig winkelcentrum. D66 heeft afgelopen week laten weten het niet eens te zijn met het organiseren van Wie geschaatst. De bedoeling is dat de schaatsbaan er deze winter weer staat. Maar D66 zegt dat het beter is om met een alternatief evenement te komen dat minder energie zal verbruiken. Hierbij hebben ze de steun van GroenLinks en het CDA. We zijn niet per se tegenstander van Wie geschaatst. Maar we vinden het wel raar dat in deze tijd, waar de energieprijzen heel erg hoog zijn, dat wij dan, als het doorgaat zoals voorgaande jaren, wij 70.000 kilowattuur aan subsidie in natura verlenen. Dat komt gewoon neer op 35.000 euro in deze tijd. En wij vragen ons af of dat echt de bedoeling is. Wiegen Schaats kon helaas niet voor de camera komen, maar heeft wel een schriftelijke reactie kunnen geven. Een van de belangrijkste redenen voor het doorgaan van Wiegen Schaats is om jongeren actief buiten te laten bewegen. Tevens is het 3 weken lang een ontmoetingsplaats voor jong en oud. De ijsbaan heeft een sociale cohesie en is goed voor de lokale economie. Wiegen Schaats heeft altijd al veel aandacht gehad voor het milieu en het energieverbruik. Vanaf 2013 is er gekozen om alleen stroom te gebruiken en geen diesel. Er is altijd gewerkt met gerecyclede bekers,
En ook bij de keuze van de ijsbaanleverancier is er gekozen voor een duurzame partner. Nou, er zijn bijvoorbeeld ook synthetische schaatsbanen, dus dat zou een alternatief kunnen zijn. En dan kan het evenement natuurlijk gewoon doorgaan. Maar als dat niet een optie is, en dan kunnen we ook kijken naar alternatieven die ook het vermaak brengen voor alle inwoners. Een kerstmarkt bijvoorbeeld verbruikt minder energie. En zoals ik zei, een synthetische ijsbaan verbruikt ook niet de 40.000 tot 70.000 kilowattuur aan energie. Het gaat er niet om evenementen gewoon te cancelen. Het gaat erom om bewust te worden van het hoge energieverbruik, terwijl sommige mensen echt in de kou onder een dekentje thuis op de bank zitten. En dat matcht gewoon niet met elkaar. En daar moeten we wel gewoon kritisch naar kijken met z'n allen. Asielzoekers na Meneesje in Brakkestein. Geen middelbare school in Beuningen en een ramkraak op een Zettense juwelier. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Het voormalig klooster aan de Vermeerstraat in Nijmegen is voorlopig beschermd als gemeentelijk monument. De gemeente heeft dit besluit genomen met een spoedprocedure, omdat het pand te koop staat en ze hiermee het signaal willen afgeven dit te willen behouden. 2 weken geleden startte Stadspartij Nijmegen nog een petitie tegen de sloop van het pand en werd er opgeroepen tot het versterken van een monumentale status. Dinsdag was het Coming Out Day. Ook dit jaar hing de regenboogvlag weer aan de Stevenstoren. Wethouder Grete Visser hees dinsdagochtend de vlag samen met de leerlingen van de Petrus Canisius Basisschool. De gemeente Nijmegen wil met de regenboogvlag benadrukken dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. In Brakkestein komt in een voormalig manege een opvangplek voor 200 tot 250 asielzoekers. Door te weinig opvangplek bij het aanmeldingscentrum in Ter Apel heeft het Rijk veiligheidsregio's dringend gevraagd om extra crisisnoodopvangplekken aan te bieden. De noodopvang in de manege is in ieder geval tot eind dit jaar. Er komt geen middelbare school in Beuningen. Dat heeft het college van BMW bekendgemaakt. Sinds enkele jaren probeert een burgerinitiatief onder de naam De Nieuwe School een middelbare school in Beuningen van de grond te krijgen. Tevergeefs, want er is te weinig draagvlak voor het idee. Zowel bij ouders van kinderen tussen de 10 en 12 jaar als andere onderwijsinstellingen is er geen behoefte voor een middelbare school in Beuningen. Het zou wel natuurlijk handig zijn, omdat dat dichterbij is, kan je daar sneller heen fietsen, maar zoveel maakt het mij niet uit. Een juwelierswinkel van Schaik en Zetten is vrijdag slachtoffer geworden van een ramkraak. Dit gebeurde rond 4 uur in de nacht. Daarbij hebben de daders gebruik gemaakt van een container en een bestelwagen. De bestelwagen is in brand gevlogen. Er is een element bekend. Sumier, zoals we dat noemen. Dus we hebben op dit moment geen zicht op de daders. In Nederland kennen we 35 koren van Zingen voor je leven. Dit is speciaal bedoeld voor mensen die zijn geraakt door de ziekte kanker. Het Zingen voor je leven koor uit Nijmegen bestaat inmiddels 10 jaar. Het 34-koppige gezelschap vierde dit samen met de koren uit Arnhem en Ede. Romert en ik hebben een meerjarige opleiding tot koordirigent gevolgd in Arnhem. En tijdens onze opleiding moesten we al een koor beginnen om te kunnen oefenen. We zijn toen dit koor begonnen en ik heb daar geen moment aan gedacht hoe lang dat allemaal zou duren en voortbestaan. Ik wist alleen dat ik de rest van mijn leven muziek wilde maken. Want samen muziek maken zorgt voor een speciale verbinding met elkaar. Nou, dan gaat er vooral heel veel vreugde. Krijgen we terug van de koorleden. De samenhang onder de koorleden is heel groot. Wim is de voorzitter van het koor en zit er al bijna vanaf het begin bij. Ook voor hem geldt dat hij met koor verbinding heeft gevonden door de ziekte kanker. Er was vroeger een Taborhuis en nu een Helen Downing Instituut. En daar komen alleen mensen die getroffen zijn door kanker. En die hebben mij in ieder geval gewezen op het bestaan van dit koor. Ik word iedere keer geraakt door het koor, omdat het de muziek je echt in je hart raakt. En dat is eigenlijk bij iedere repetitie zo.
En wat mij ook raakt is dat die verbondenheid in het koor enorm groot is. Ook Marjan zit in het koor door een vriendin die werkt bij Helen Downing Instituut. Toen ik erbij kwam had ik zelf nog geen kanker en dat heb ik nu wel. Ik ben vorig jaar geopereerd en toen hadden we de afsluiting van het seizoen. En toen zongen we een liedje van There is Sunshine in the Morning. En dan zingen de sopranen Day by Day. En dat is echt een beetje mijn lijflied geworden. Nee, iedereen mag meedoen. Als je tenminste geraakt bent, zelf of een naaste door kanker. Er is geen auditie, er is geen stemtest. Het mooiste vanuit recht, vanuit je hart. En dat, daarin is iedere stem welkom. Wij kijken niet zozeer in de toekomst, maar we gaan gewoon lekker door. Zolang het de mensen kunnen vreugde geven met dit koor. Vanaf dit weekend is er een nieuwe bijzondere tentoonstelling te zien in het Afrika Museum. De reizende tentoonstelling Helende Kracht gaat over eeuwenoude rituelen en tradities. Ja, deze tentoonstelling gaat over genezende praktijken die eigenlijk een aanvulling zijn op de reguliere geneeskunde. En die zijn voor veel mensen in de wereld belangrijk. En veel mensen maken daar ook gebruik van. We hebben gekozen voor 6 tradities als hoofdlijn, als leiddraad in de tentoonstelling van mensen die ook in Nederland actief zijn. Een heel goed voorbeeld van de aansluiting bij het Afrika Museum is het werk waar wij op dit moment voor staan. Want dat is een healingpraktijk. Hier vindt echt een healing plaats. Een healing in deze context is het herstellen van balans. Vaak gaat het oplossen van een probleem erom dat je de relatie met de voorouders, de relatie met de geestenwereld herstelt. Een balans herstelt. En dan voelt men zich een stuk beter. De tradities die wij laten zien, die zijn in het verleden, maar vaak ook nog in het heden, gemarginaliseerd. En zelfs ernstig vervolgd. Denk bijvoorbeeld aan de heksenvervolgingen. En die tradities hebben toch voor een heleboel mensen in het verleden, maar ook nu nog, grote betekenis. Al is het alleen om een spirituele balans mee te geven en een innerlijke rust teweeg te brengen. En dat is, denk ik, erg belangrijk om te laten zien dat dat ook bestaat naast andere reguliere praktijken. De tentoonstelling Helende Kracht is een reizende productie die verschillende museums al heeft bezocht. De tentoonstelling is eerst in Museum Volkenkunde in Leiden geweest en daarna in het Tropenmuseum in Amsterdam. En nu is die hier te zien. En dat is eigenlijk omdat het onderwerp gewoon erg boeiend is en veel mensen er belangstelling voor hebben. En als je dat op verschillende plekken in Nederland tentoonstelt, dan hebben ook meer mensen de mogelijkheid om hem te gaan zien. In het Afrika Museum is Helende Kracht te zien vanaf zaterdag 15 oktober tot en met 27 mei 2023. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Voor het laatste nieuws ga je naar onze website of download je onze app. Maandagavond zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan.